het symbool werd bekend binnen Surprise Me. We werken daar met 60 mensen. En eigenlijk toen we merkten dat het logo bekend werd, daarin merkten dat er zoveel enthousiaste reacties waren. En dat er eigenlijk al 3 collega's waren die zeiden van, oh, dit wil ik als een tatoeage laten zetten. En zo hebben we uiteindelijk bedacht van, hey, misschien moeten we hier wat mee doen. Ik heb een hersenoperatie gehad in 2012. Een hersentumor. En ik heb toen besloten om elk jaar iets te doen wat... Wat de wereld omheen verbaast of verrast. En toen zag ik jullie oproep. En toen dacht ik, nou, ik ga nu mezelf maar eens verrassen. Nou, het lijkt me heel leuk om gewoon zodanig de controle los te laten. Dat je gewoon compleet niet weet wat er op je lichaam terecht gaat komen. En gewoon zo eigenlijk te zeggen, ja, boeien, ik ga er gewoon voor. Verklaren mensen je niet voor gek? Ja, mijn huisgenoten hebben me wel redelijk voor gek verklaard. En mijn vriend ook. Maar ja, ik vind het gewoon leuk. Dus ja. Ja, waarom? Ik dacht eerder dat het een 1 april grap was. Dus een beetje sceptisch opgegeven, maar ik had zoveel als het echt is, ja, gewoon doen. Mijn spontaniteit staat letterlijk op mijn lijf. Ja, dat is wel een beetje spannend, maar daar gaat het om bij deze tatoeage. Een beetje avontuur aangaan. Ja, het is vet cool om iets te doen waarvan je niet weet wat het is. Dat is toch wel een soort van spanning. En heel anders dan dat je een gewone tattoo laat zetten. Ook een risico. Ja, maar het is wel van een bedrijf. Dus het zal vast niet iets raars zijn zoals je op tv wel eens ziet. Dat je er echt van schrikt. Dat is ook wel het leuke aan een verrassing. Het kan goed uitpakken, het kan slecht uitpakken. En we zien het wel. Maar ik kom dan mijn enkel, dus ik kan altijd mijn broek erover aan doen. Als het echt niks is.